Grandioos uitje en dat regelt Jan weer. Ja, ja. Ik ben nou ook bestuurd, dit Jan. Dat is van de dezelfde bus, ja. Van de bestuurd. Ja, ja. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Nee, maar vandaag wordt vanwege de molendag. En dat wordt de molen weer gerefereerd. Wil nog door heel dankbaar je burgemeester van maandag. Wat betekent het nou voor u dat de molen weer helemaal door zijn oude vloer niet zit stil? Nou, ik voel mijn eigen uiterste best. Ik kan eigenlijk geen woorden voor geven, ik vind het gewoon wat dat. En toen is de firma erbij uit Hoogmalen is toegekomen. Die hebben wij dus als molenmaker aangesteld. En die is toen de molen komen repareren. En dit is ongeveer een jaar geduurd. En toen is er een wagen. Hey, daar komt de muziek al. Voorzitter van de Stichting Molen Zeldenrust heet ik u allen hartelijk welkom namens het stichtingsbestuur. In het bijzonder heet ik welkom burgemeester Elzinga en zijn echtgenoten. Zij hebben tot onze grote vreugde onze uitnodiging aanvaard om zo dadelijk onze geheel gerestaureerde molen officieel in gebruik te stellen. Eveneens heet ik welkom de heer Schoonhoven van de Stichting Hollandse Molen. En tevens moet ik u melden dat onze oud-voorzitter, de heer De Groot, en ook ons bestuurslid, de heer Nieuwkamer, helaas hier vandaag niet aanwezig kunnen zijn. Zij zitten te genieten van een welverdiende vakantie. Na een hele lange periode van stilstand en na een korte poos van voor de prins draaien, is het eindelijk zover onze molen Zeldenrust kan weer optimaal functioneren waarvoor hij in 1866 gebouwd is, namelijk graanmalen. Ruim 20 jaar, om precies te zijn, vanaf 1965 heeft hij geheel buiten gebruik gestaan, waarbij de bouwkundige staat alleen nog maar verslechterde. In 1990 staken enkele mensen de koppen bij elkaar en richtten op 8 oktober 1990 een stichting op met als doel deze molen weer helemaal van de ondergang te redden. Het eerste plan van aanpak zag er grofweg als volgt uit. Bouwtechnisch werd alles op kaart gezet, financieel plaatje werd erbij gemaakt en daarnaast werd besloten om zo lang te sparen dat we de molen eigenlijk in één keer zouden kunnen gerestaureren.
Aanvankelijk hadden we dus geen idee hoe lang dat zou gaan duren en hoeveel geld dat zou kosten. Maar na een aantal jaar werd het wel omdat we dachten. En met de fondsvorming liep het ook allemaal wat trager dan dat we gewild hadden. En daar kwam nog bij, sommige instanties hadden ons een fors aantal bedragen in het vooruitzicht gesteld, maar daar hadden ze ook beperking bij opgelegd, in de zin van dat die gelden een bepaalde tijd gereserveerd zouden blijven. Dus noodgedwongen moesten we onze plannen veranderen. We hebben toen besloten om de molen in twee fases te gaan restaureren. We hebben opdracht gegeven aan de firma Verbij, hier ook vandaag aanwezig, om de kap en de wieken te restaureren, zodat de molen aan de buitenkant, met uitzondering van de balustrade, er weer toonbaar uit zou zien. En dat we dan voor de prins weer konden gaan draaien. Dus een draaivaardige molen en nog niet maalvaardig. Deze eerste fase die hebben we afgesloten met een dergelijke bijeenkomst als deze op 7 september 1994. Dus 4 jaar na de oprichting van de stichting. Gewapend met een 4 jaar lange ervaring sprak ik ongeveer op dezelfde plaats als nu namens het bestuur uit dat we de hoop hadden om na een 4-tal jaren hier weer te staan, maar dan voor een totaal gerestaureerde molen. En wat moeten we vandaag tot onze vreugde constateren? We staan hier ruim 1,5 jaar eerder. In ruim 2,5 jaar tijd zijn we in staat geweest om de balustrade, de vloeren met de balklagen en het hele radenwerk in de molen te vernieuwen, CQ te restaureren. Met als resultaat, u zult het straks zien, een maalvaardige molen. Dat we dat als bestuur niet alleen gedaan hebben, dat zal u duidelijk zijn. Velen hebben hun steentje bijgedragen. Waarbij de geldelijke steun van de inwoners van Zwaluwe ons een flinke zet in de goede richting hebben gegeven. Vele schenkingen hebben we gekregen in financiële zin en ook in materiële zin van vele bedrijven uit de omgeving. Daarnaast is er door een aantal vrijwilligers vele uren van hun vrije tijd ingestoken en verrichten diverse werkzaamheden. Houtwormbestrijding, schilderwerk, trappen maken, balustrade maken. Ongelooflijk veel werk hebben deze vrijwilligers verzet. Daarnaast is de geldelijke steun van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid natuurlijk onontbeerlijk geweest. En nog vers ligt in het geheugen de prachtige subsidie die we eind 1996 ten bedrage van 50.000 gulden gekregen hebben van de voormalige gemeente Hoog en Lage Zwaluwe. Namens het bestuur van de Stichting Molen Zelderust bedank ik één ieder die op zijn of haar manier een steentje heeft bijgedragen aan de restauratie van deze molen. En daarnaast bedank ik ook mijn medebestuursleden voor alle energie en tijd die zij samen met mij hier in deze molen gestoken hebben. En nog zullen steken. Want, waar staan we nu? Zit het werk voor de stichtingen op? Zit het werk voor de vrijwilligers erop? Nee, het tegendeel zou ik zeggen. Want, het mag en zal niet gebeuren dat het proces van verval, zoals het in het verleden zich heeft voltrokken, weer zal plaatsvinden. Het is daarom nodig dat we gaan werken aan nog een veel langere fase dan de twee fases die we achter de rug hebben. Namelijk, we moeten gaan werken aan een hele lange onderhoudsfase. Een goed onderhoudsplan voor de korte en de lange termijn zal er moeten komen. Dat onderhoudsplan zullen we moeten vertalen in financiële zin. En naast het nu gebruik kunnen maken van bestaande onderhoudssubsidieregelingen, zullen we eigen bestaande en nieuwe structurele inkomsten moeten gaan uitbouwen, dan wel moeten gaan genereren. En het malen van tarwe zal daar een onderdeel van moeten zijn. Uiteraard zal onze aandacht ook uitgaan naar een aantal toekomstige wensen. Het afdoende afwerken van de muren aan de binnenzijde, een aanstraalverlichting voor de buitenzijde van de molen, conform overige molenmetalen gebouwen in onze nieuwe gemeente, en een geheel maalvaardig installeren van een tweede koppel stenen. Kortom, nog werk te over. Echter, vandaag nemen we een beetje gas terug. Vandaag vieren we dat we met z'n allen deze prachtig monument in bedrijf kunnen stellen. Nogmaals, iedereen heel hartelijk dank. En ik zal burgemeester Elsgaard thans uit willen nodigen om de molen officieel in bedrijf te stellen. Mag ik er eerst nog wat van zeggen? Ja. Dames en heren, voor u staat een burgemeester die apetrots is. Ik ben burgemeester geworden van een gemeente bestaande uit 3 voormalige gemeenten. En in alle 3
die voormalige gemeente, staat een molen als deze trots en fier en doet zijn werk. Alle drie functioneren volop. Nou, als u dan niet trots mag zijn, dan weet ik het niet meer. Ik heb eens nagegaan. Deze molen heeft in twee tranches een restauratie ondergaan. De eerste, zeg maar de buitenkant gemaakt halve, heeft zo'n 250.000 gulden gekost. Mag ik dat zeggen? Ja, 250.000 gulden gekost. De binnenkant, zo'n kleine 2 ton, 180.000 gulden plus. Dat betekent dus dat er 450.000 gulden aan harde, 450.000 aan harde Nederlandse gulden in die molen is gegaan. Als u zich daar realiseert dat het in de bouw een vuistregel is, dat de verhouding tussen enerzijds de investering en anderzijds de arbeid ongeveer 50-50 is, dames en heren, dan staat hier voor meer dan 1 miljoen. En ik vind dat een ware prestatie voor een kleine dorpsgemeenschap, een ware prestatie om dat voor elkaar te krijgen. Het is me dan ook een buitengewoon genoegen dat ik deze molen mag weer opnieuw in gebruik mag stellen nadat hij van die 130 jaar dat hij bestaat, 30 jaar niet gefunctioneerd heeft. Nou, ik wil graag met de molenaar, meneer Rombouts, en of zonder zoon, dat weet ik nog niet, maar met zoon, samen met meneer Rombouts en zoon de molen openen. Maar dat doe ik natuurlijk niet in dit uniform. Daarvoor hebben wij een passend uniform meegebracht. Dus ik zal op passende wijze zal ik deze molen in gebruik gaan nemen. En sommigen van u weten dat ik al eerder op een molen heb gestaan. Dat betekent ook dat ik weet wat voor een halve job hier is gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Daar heb ik op grond van persoonlijke ervaringen buitengewoon veel waardering voor. En u weet ook dat ik eerder een molen heb gedraaid. Men zegt dat ik gediplomeerd molenaar ben. Nou, dat is een dichterlijke vrijheid van de journalistiek. Maar ik heb het werk eerder gedaan. En samen met meneer Rombouts zal ik er voorwaar in slagen om hem op de wind te krijgen, de vanger af te gooien en de zak en de meel naar beneden te krijgen. Burgemeester, heel hartelijk dank. Ik merk dat u nog even tijd nodig heeft om u te verkleden. En dan zou ik nog graag even het woord willen geven aan de heer Schoonhoven van de Stichting Hollandse Molen. Leuk dat u er bent. Ja, lekker warm. Dames en heren, organisatoren, ik ben de stichting dank verschuldigd voor de uitnodiging die ze gestuurd hebben aan de Hollandse Molen. Ik merk dat u allen blij en vrolijk bent deze dag. Ik merk dat ook de wind waait. En ik merk zelfs dat u burgemeester verstand heeft van molens. Dat is meestal niet het geval, meneer de burgemeester. Ik heb een hele map met documenten bij me en het zal een beetje lang duren om die allemaal door te nemen. We hebben bij de Hollandse Molen van de week overleg gepleegd. Schoonhoven, ga jij naar die molen in Hoge Zwaluwe? Ja, dat is goed. Onze secretaris die was een paar weken op vakantie geweest, die was dinsdag, kwam die weer terug. En woensdag hebben we dus gebeld. Nou, dan zal ik een klein cadeautje opsturen voor de molen. Wij zijn gebruikelijk van de Hollandse Molen om niet met lege handen te komen. Dat zal ik dan aan jou opsturen, zeiden ze tegen mij. Dat komt dan vrijdagmorgen wel aan. Ik zeg, nou, dat zal niet lukken, want ik ben op hemelvaartsdag in Amsterdam. Het komt in ieder geval hier op neer, het verhaal dat ik het cadeautje voor u zelf opgehaald heb in Amsterdam. Om het nog tijdig hier te krijgen. Als u dus alleen de reiskosten al rekent, dan mag dat misschien een kleine bijdrage zijn. Ik heb, als wij naar een molen gestuurd worden, dan kijken we altijd in het boek, in het rode boekje. De insiders weten dat wel, waar alle molens van Nederland in staan, de computergegevens. En we hebben nu pas de 10e druk. En ik heb dus even daarin gebladerd wat er van deze molen in staat. U hebt al enkele feiten genoemd, meneer de voorzitter en ook de burgemeester. Ik ben even aan het bladeren in mijn map. En ik lees dus van de molen in Hoge Zwaluwe. Dat u hem kunt vinden beschreven op bladzij 47 van het boek De Brabantse Molens. En
Hij staat nu, valt nu onder de gemeente Maarden. Dat is juist, meneer de burgemeester. Dat is nog juist. Dat is nog juist. En de molen heet Zelderust. Je kunt je afvragen wat er door de molen heen gegaan is toen die destijds de molen Zelderust noemde. Misschien dat hij blij was dat de wind zo vaak woei dat hij nooit een ogenblik rust kon hebben. En maar het zou kunnen zijn dat hij een beetje triest was dat hij als vader van een groot gezin waarschijnlijk in die tijd dus zelden tot rust kwam en zo hard moest werken. Het is maar dat we er even bij stilstaan. Dit is allemaal uit de 10e druk van het zogenaamde rode boekje. Daar staat ook in dat de stelling een hoogte heeft van 4,6 meter. Klopt dat, meneer de Molenaar? Ja, dat klopt. Dat klopt. Precies. En daar staat ook in dat u 3 koppelstenen geacht wordt te hebben. Nu niet meer, we zijn met 1 gestart en we willen verder uit gaan rijden. Ja, ik hoorde net van de tweede koppel, dus ik denk, ik moet het even verifiëren. Ja, we doen dat zo even samen als u dat goed vindt. Prima. Dan kunnen de mensen ook meeleven, anders hoort men alleen verhaaltjes van geld en van tijd. Zo horen we ook wat technische gegevens. En dan zou de vlucht van deze molen 22,7 meter zijn. Dat klopt, ja. Dat hebt u ook nagemeten. Ja, inderdaad. Ja, prachtig. Er staat zelfs 22,70, dus... Ja, en dan zijn de wieken Oud-Hollands. Ja. Ja, daar zijn ze altijd geweest. Nou, zo kunnen we natuurlijk nog een tijdje doorgaan als we al die documenten doornemen. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. We hebben als Hollandse molen... Het is niet om ons op de borst te slaan, maar het feit mag misschien wel even genoemd worden, meneer de voorzitter. Hebben we een bijdrage geleverd in de vorm dat wij het Prins Bernhard Fonds geadviseerd hebben. Dat ging om een bedrag van, mag ik hier wat noemen, de burgemeester heeft ook bedragen genoemd, van 15.000 gulden. De AWB heeft ook een kleine bijdrage nog gegeven. Dus wij leven erg mee met molens die in het land... geopend of heropend worden naar restauratie als de Hollandse molen. We hebben een groot bestuur en die afgevaardigden die moeten ook wat te doen hebben. Dus die worden dan regelmatig op dagen als deze erop uitgestuurd om acte de présence te geven. En in die functie feliciteer ik u van harte met het bereikte resultaat. Ik hoop dat u erin slaagt dat onderhoudsplan van de grond te krijgen. We hebben bij de Hollandse molen ook al een aantal jaren zijn we daarmee bezig dat we zeggen als je goed onderhoud geeft... Dan hoef je nooit meer te restaureren. Dat lukt nog niet zo 1, 2, 3, want onderhoud is een moeilijke zaak vaak. Dan voordat ik tot mijn cadeautje kom, ben ik behalve officieel afgevaardiger van Hollandse Molen ook particulier een beetje een molenidioot. En ik heb hier een notitie uit de grote ordner van allerlei molens in de omgeving. Ik heb in 14 april 1972 heb ik deze molen bezocht en heb ik een notitie over gemaakt. Ik heb toegesproken met molenaar A.A. Rombouts. Is dat... Dat was mijn vader. Dat was uw vader. Molenaar A.A. Rombouts, geboren 1900. Klopt, adres Huis en Molen, Kerkdijk 21, Hoge Zwaluwe. Telefoon 0164-86386. Klopt dat allemaal? Ja, inderdaad, ja. De naam Zelderust en het jaartal 1866 staat op de baard van de molen. Het zijn maar privénotities. Ja. De stalen stellingsschoren, die laten roestsporen na op de stenen. De heer Rombout draait af en toe nog met de molen, dat was toen in 1972. Ja, klopt. Dat klopt met die 20, 25 jaar die de vorige sprekers genoemd hebben. En ziet u, zo sluit het allemaal prachtig in elkaar. Meneer Rombout draait dus af en toe met de molen. De buitenste windborden werden afgenomen. Bij weinig wind gingen ze er zo nodig op, zei hij me toen. Dat klopt ook nu nog. Ja, nu nog. Ja, ja. De molen was toen eigendom van Monumentenzorg, werd mij verteld. En die had ook de hoofdmaten van de molen vastgelegd. Dat kunt u zich misschien niet meer herinneren dat dat gebeurd is. Nee, nee. Dit is dus 1972. Dit is dus 25 jaar geleden. Ja, maar toen was het waarschijnlijk niet thuis, heeft mijn vader dus. Ja. Maar het is toch leuk dat die naam Rombouts is. Een bekend molenaarsgeslacht hier, hè? Zeer zeker, ja. Ja. Vanaf 1866. Ja. Ja, dat is 131 jaar geleden. Dat is iets langer. Ja. De molen had toen ijzeren roeden. Had geen wiekverbetering, had een Engels kruiwerk. Nou, ook hier kan ik natuurlijk nog heel tijd mee doorgaan. Er is mij toen nog verteld, en heb ik ook met uw vader nog over gehad, dat hier tegenover een watermolen was, hè? Aan die kant, ja. Ik heb toen nog een kaartje uit de gemeente Atlas van Kuiper, heb ik hier al die gegevens, maar die molen wordt vandaag niet geopend. Als die ooit hersteld wordt, er staat er een stuk rond van, hè? Ja, dat heb ik toch met uw vader nog gehad. Volgens molenaar A. Rombouts van Hoge Zwaluwe was dat om de polder op peil te houden, die molen, destijds. Ja. Er woont nu in de weekend een Rotterdamse journalist. Ja, maar die is intussen weer van eigenaar. Ja, zo. Goed, om kort te gaan,
We hebben wat gegevens boven water gehaald. Het heeft me deugd gedaan dat u mij even het woord hebt gegeven om dat zo samen aan het publiek even te doen. Ik ga nu over tot de uitreiking van een kleine bijdrage. Want het is zo, de molen heeft een hoop geld gekost, maar het kostbaarste meestal in het leven, meneer de burgemeester, u zult het met me eens zijn, dat is meestal niet voor geld te kopen. En zo is het ook met molen, de wind, daar kunt u nog zoveel geld voor over hebben, die krijgt u. Die krijgt u van de goede God in mijn beschouwing en waarschijnlijk ook in die van u. En je kunt ook in het boek van het schilder van de gewillige molenaars lezen dat men veel verstand van het weer moet hebben, anders dan lukt het niet. Meneer de molenaar? Ben ik helemaal met u eens. Ja, u krijgt ook bij het schilder krijgt u een training heen. Dat boek waar ik ook een kopie van heb, daar staat een heel stuk over het weer in. Hè? Ja. En om nou een beetje verstand van het weer, om dat een beetje te ondersteunen, mag ik u dit geschenk, mag ik dat aan de meneer de voorzitter overhandigen? U moet dan maar kijken hoe u dat in de molen een plaats geeft. Misschien wilt u het even openen en dan kunt u daar even op reageren. Dank u wel. De barometer. Eerst gewoon over heel hartelijk bedankt voor uw vriendelijke woorden, voor uw vaardigheden die u vandaag heeft neergezet. Er zijn vast en zeker een aantal oude herinneringen bij voor de heer Rombouts hier zo. En nogmaals heel hartelijk dank voor dit prachtige geschenk. En het krijgt vast en zeker een heel mooi plaatsje in de molen. Mag meneer Van Meijen ook nog eventjes, heeft u nog even de tijd? Het is heel kort. Ik ben dus voorbij van het molenmakersbedrijf. Wij hebben dus veel van deze klus mogen doen. Ik wil dus de stichting en alle betrokkenen heel hartelijk bedanken dat ze dit mochten doen. En natuurlijk feliciteren met het prachtige resultaat. Ik hoorde dus ook daarnet dat er nog meer werk voor ons hier in de buurt is. We houden ons aan. Misschien dat de stichting erom kan toe-eigenen. En toch weer een nieuwe functie kan vinden. Het onderhoud noemde u, dat is dus heel belangrijk. We zijn heel vaak molenrestauraties gedaan. En dan 25 jaar later mochten we weer terugkomen en mochten we weer een restauratie doen. Onderhoud is het belangrijkste. En daar spaar je de molen mee en ook alle mooie details die in de molen aanwezig zijn. Meneer Rombouts wil ik nog een klein cadeautje overhandigen. Hij vertelde dat een vlag toch ook welkom was op de molen. En ja, een vlag staat ook denk ik heel mooi op een hele mooie molen. Dus ik wil deze graag aan hem overhandigen. Bedankt. Meneer Van Meijen, junior, heel hartelijk dank voor deze mooie woorden en ook voor het cadeau. Ik mag zeggen dat we een hele pret nu uitnodigen. Meneer Reniers loopt met u mee en de heer Rombouts. En die geven een live verslag van wat u allemaal gaat presteren in de molen. Windrichting. Wanneer hij de vang laat vallen, gaat ze een rondje draaien en het graan komt naar boven. Ik ga ze weer terug, hoor.
weet niet wat. Ja. Kunnen we zien of hij goed gerestaureerd is? Ja. Pas, nee. Ja.